Zo heeft Sony recent aangekondigd dat ze een auto gaan produceren. Als we straks autonoom gaan rijden, hebben we toch wel nog meer mediatijd beschikbaar. Hij werkte zo'n 20 jaar als marketeer in de automotive-industrie voor onder andere Peugeot en Renault. Gaan we met z'n allen nou Netflixen in die auto? En wat betekent dat voor de media-industrie? Daar ga ik het over hebben met expert Jos van den Berg. Jos, van harte welkom. Dankjewel. Hoe is het om zelfstandig te opereren na 20 jaar in de automotive sector te hebben gewerkt bij merken? Ja, het leuke is dat je nu merkonafhankelijk de branche kunt benaderen. Dus je kunt het goede van de merken meenemen. Ja. En het minder goede kun je ook kritisch op zijn. Ja, je bent niet meer gekoppeld aan één merk. Ja, dat vind ik heel... interessant. Gaan we Netflixen in de auto? Ja, ik denk het wel. De autonome auto komt er echt aan. Er zijn een aantal merken die eigenlijk al heel ver zijn. Hè? Audi A8, daar kun je nu al vergaand autonoom in rijden. Tesla claimt dat de auto's met de autopilot ook al autonoom zouden kunnen rijden. De wetgeving houdt dat nog tegen. En ook Renault heeft bij monden van Laurens van de Akker, de Nederlandse designer, al aangegeven dat ze in 2022 een autonoom rijdende auto hebben. Dus ja, dan heb je geen handen meer nodig om aan het stuur te houden. En dan kun je Netflix kijken. 2022... Ik spreek veel trendwatchers en zo. Ik sta nog wel eens op een podium. En dan denk ik ook van ja, uiteindelijk kost het toch altijd weer meer tijd. Denk je dat het zo dichtbij is al? Want wat is dan autonoom? Nou, dat autonoom, je echt een film kan gaan zitten kijken? Nee, ik denk dat het gefaseerd geïmplementeerd gaat worden. We zullen beginnen op de makkelijke trajecten. Voordat we echt autonoom rijdend door het centrum van Parijs rijden, zijn we denk ik een paar jaar verder. Ja. Maar de boodschap is wel dat we op het kantelmoment zitten dat techniek eigenlijk feilozer begint te worden dan de mens. Ja. En dat hebben we in de vliegtuigindustrie ook gezien. Op een gegeven moment is de techniek feilozer dan de mens. Ja, en dan, dat kantelpunt komt wel heel dichtbij nu. En wat betekent dat voor... Laten we eerst eens even kijken wat dat betekent voor de auto-industrie zelf. Wat is daar aan de hand? Want jij kent de industrie als geen ander. Ja, de auto-industrie is eigenlijk een hele interessante wereld. Hè. Ik werk op het grensgebied van auto en media. Nou, beide werelden zijn volop in beweging. Ja. Dat is super interessant om te zien. De auto-industrie is in eerste instantie bezig met een energietransformatie. Hè. We gaan van de conventionele motoren over naar elektrisch rijden. En we zijn ook nog bezig met het ontwikkelen van waterstofauto's. Nou, beide technieken worden de komende jaren verder geperfectioneerd. Ja. Maar we zijn als industrie heel erg bezig om dus naar een nieuwe aandrijving te gaan. Dat is uitdaging nummer 1. 2 is dat het bezit gebruik wordt. Dat zien we met name bij de jongere generatie nu gebeuren. Die zijn eigenlijk minder geïnteresseerd in het hebben van een auto. Die willen gewoon mobiliteit en die willen dat vanaf hun smartphone kunnen managen. Ja. Ik heb recent nog een interessante lezing gehad van iemand die in Barcelona werkt aan een app op de mobiele telefoon waarin alle mobiliteit beschikbaar is. Dus eigenlijk, als je van Barcelona naar New York moet, dan kun je dat met die app regelen. Maar als je binnen Barcelona moet bewegen, kun je dat ook met die app regelen. Dus we zien een enorme verschuiving van bezit naar gebruik, mobiliteit. Nou ja, en voor de rest zie je de hele industrie ook behoorlijk struggelen met de digitalisering. Net als alle andere branches, daar is de auto-industrie niet uniek in. Maar digitalisering is ook een belangrijk punt. En ook dat vergt alle aandacht en veel budget ook om de industrie daarop bij te houden. Jij noemt waterstof. Is dat belangrijk om rekening mee te houden? Want de ogen zijn wel heel erg op elektra. Ja, ik denk waterstof is nu relatief duur. Omdat het een nieuwe techniek is. Het is nog niet grootschalig. In Nederland hebben we een beperkt aantal punten waar je kunt tanken, om het zo maar te zeggen. Dat is op dit moment nog klein, maar ja, we kunnen verwachten. Toyota heeft nu weer een nieuw model aangekondigd. Ook partijen als Renault zijn bezig met de ontwikkeling van waterstof aangedreven auto's. Dus ook dat zal echt wel groter worden. Elektrisch is natuurlijk al best wel heel groot geworden. 10% van de auto's dit jaar zal als volledig elektrische auto verkocht worden. Dus dat is een stapje verder. En we hebben in Nederland natuurlijk het geluk dat we een hele mooie infrastructuur hebben om die elektrische auto's ook bereik te geven. Belastinginfrastructuur of een laadpaleninfrastructuur? Nou ja, belasting is natuurlijk een beetje zwalkend beleid. Goed, het is niet aan mij om daar iets van te vinden. Ik denk dat de overheid daar meer continuïteit in zou moeten bewaren. Want je ziet dat de business met alle bijtellingsdeadlines behoorlijk verstoort. Ja. Maar goed, daar ga ik niet over. Maar je ziet wel dat het aantal laadpunten, kijk hier in Amsterdam, maar kijk ook in de rest van het land, is natuurlijk enorm gegroeid. We zijn er nog lang niet, maar we zijn wel heel ver als je kijkt naar andere Europese landen. Ja. Komen er ook nog nieuwe spelers aan? We hadden net in het voorgesprek even over. Toen noemde jij een aantal spelers die
tot nu toe niks met automotive hebben, maar die wel met auto's wellicht gaan komen? Ja, kijk, de elektrische auto, dat maakt natuurlijk voor een aantal partijen die daar kennis in hebben in die techniek, mogelijk om ook auto's te gaan produceren. Zo heeft Sony recent aangekondigd dat ze een auto gaan produceren. Nou, dat is natuurlijk een technologiebedrijf. Ja, LG, bekend van de schermen, heeft ook aangekondigd dat ze auto's gaan bouwen. Maar ook bijvoorbeeld MG Motors, een oud Brits merk, wat we denk ik vooral allemaal kennen van de sportauto's. Komen nu met een volledig elektrische SUV, wat een hele mooie auto is. En in één keer uit het niets zijn ze ook weer een speler op een markt die eigenlijk verder niet heel erg in beweging is. Hè? We hebben in Europa een vervangingsmarkt. Dat betekent dat we soms een klein beetje plussen, soms een klein beetje verliezen. Maar ja, de koek moet steeds vaker verdeeld worden onder meer partijen. Maar betekent dat er een aantal klassieke spelers van het toneel zullen verdwijnen? Ik denk dat een aantal partijen het lastig krijgen. Die zullen heel snel transitie naar elektrisch moeten maken. Die zullen heel snel de slag om de digitalisering moeten maken. En die zullen ook heel snel hun businessmodel moeten aanpassen. En je ziet dat eigenlijk al gebeuren, want er zijn natuurlijk heel veel fusies aan de gang in Autoland. Hè. Je hebt recent de overname door PSA van Fiat gezien. Je ziet ook dat Renault, Nissan, Mitsubishi een grote alliantie geworden is. Volkswagen Groep is een hele grote. Ja. En daar wordt allemaal efficiëntie aan de achterkant bereikt. Het is eigenlijk al een beetje aan de gang. Dat grote clusters samen moeten werken om die efficiëntie zodanig te krijgen dat ze, ja, om het zo te zeggen, het kunnen overleven. Wat betekent dit voor media? Ik ben nog zo oud dat ik de transistorradio nog ken in de auto met 5 kdoenk knoppen. Ja. Die interface is wel veranderd, kun je wel zeggen. Wat betekent dat voor media vanuit een professioneel point of view, zeg maar? Vanuit gewoon mediaconsumptie en mediakanalen inzet. Wat betekent die auto? Nou ja, als we straks autonoom gaan rijden, hebben we toch wel nog meer mediatijd over de dag beschikbaar. Nou ja, het valt mij als business consultant heel erg op dat heel veel lokale exploitanten, nog heel weinig met de auto-industrie praten. Hè? Want die media die straks in de auto extra geconsumeerd kan worden, die kan natuurlijk perfect door lokale mediapartners ingevuld worden. Je ziet dat de auto connected wordt, of eigenlijk al is. Apple CarPlay, Android Auto hebben de intrede al gedaan. Dus de auto is al connected. Het zal in de toekomst alleen maar meer connected worden. Betekent ook dat je smartphone eigenlijk volledig geïntegreerd gaat worden met je auto. Ja, is dat de ontwikkeling? Want je ziet nu ook nog wel een aantal grote navigatiespelers. Hè? Wat is het? Hier en TomTom. Gaan die ook in dit circus meedoen? Of? TomTom is natuurlijk eigenlijk gewoon de software. Ja. Je ziet dat de auto-industrie eigenlijk in de laatste 10 jaar heel vaak zelf de systemen ontwikkeld heeft. Ja. Navigatiesystemen hadden ze in eigen ontwikkeling. Nou, dat werkte maar matig. Iedereen kent de verhalen dat de smartphone slecht connect, dat Spotify niet optimaal af te luisteren is in de auto. Nou, sinds een jaar of 2, 3 zien we dat Apple CarPlay en Android Auto in de auto gekomen zijn, waardoor het wel goed werkt. Nog wel steeds langzamer dan op je smartphone. Dus die verandering zal ook nog wel, die upgrade zal ook nog wel komen. En we zien dat eigenlijk alle grote autopartijen of met Google of met Apple aan het samenwerken. Omdat ze die iOS-besturing... Ze zijn er eindelijk achter dat iOS misschien een beter besturingssysteem is dan wat ze zelf in de fabriek... Ja, of Android. Of Android, inderdaad. En wat betekent dat voor... Maar wordt het al interessant om daar vanuit mediastrategie naar te kijken als merk? Ja, ik zou als... langzaam maar zeker zie je dat bij de merken dat er wel een connected car, new mobility specialist aan boord is. Mijn advies richting mediapartijen is de laatste tijd geweest van, joh, zoek nou het contact op met die merken. Ga kijken wat voor proposities je in die connected car kunt gaan ontwikkelen. Want dan ben je, als je daar nu over na gaat denken, dan ben je dadelijk klaar op het moment die auto's echt autonoom gaan rijden. Je moet ook denken, als een auto volledig connected is, dan is die ook traceerbaar. We kunnen na gaan denken over location-based marketing. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Als jij door de week op de website van bijvoorbeeld de Bijenkorf een aanbieding zit te bekijken, nou, je wilt er nog even over nadenken. Nou, je komt nog een keer terug op de website, wordt allemaal in de datastrategie geregistreerd. Hoe mooi zou het zijn dat als je met de auto in de buurt bent, dat je een pushbericht krijgt van de aanbieding is er nog steeds. Vandaag
voor het laatst. En dat soort location-based marketing proposities, ja, die zijn straks gewoon heel, heel goed mogelijk. Denk je dat die van de grond komt? Ik bedoel, ik droom daar al jaren van, dat ik geen enkele ruis meer krijg als consument. Alleen nog maar getargete advertenties die passen op mijn behoefteprofiel. Maar zelfs met mijn smartphone krijgen ze echt niet voor elkaar als ik ergens in de winkelstraat loop, dat ik op het moment dat ik het wil, de juiste advertentie. Dus ik heb niet zoveel geloof. Nee, nog niet. Maar je ziet het wel nu snel verbeteren. Hè? Je kunt op dit moment aan de uitingen zien of een partij het op orde heeft of niet. Hè? Want als je net een reis geboekt hebt en je krijgt vervolgens de maand daarna continu retargeted messages op je timeline dat je naar die stad moet. Nou ja, hè, dan heb je het denk ik niet heel goed voor elkaar. Maar je ziet wel dat er stappen gemaakt worden. Ik vind persoonlijk ook dat datastrategie, daar zit heel veel negativiteit omheen. Maar het kan de consument ook heel veel brengen, namelijk relevantie en einde aan de spam. Want op het moment dat je natuurlijk data afgeeft, kan een partij, een adverteerder ook rekening houden. Door jou alleen relevante berichten te sturen. Dus dat is een positieve kant die ook best wel eens benoemd mag worden. Die techniek die zal de komende jaren verder geperfectioneerd worden. Hè. We lopen straks op evenementen dat via onze smartphone onze data geconnect wordt met al aanwezige profieldata. En dat is voor adverteerders. En ik denk speciaal voor automotive adverteerders zijn dat hele mooie ontwikkelingen. Ja. En voor de consument brengt het ook wel iets, want het brengt namelijk relevantie. Ja. En ik geloof er wel in dat uiteindelijk, natuurlijk, ik snap dat iedereen bezorgd is, maar uiteindelijk dat de consument ook inziet van oké, hier zit ook een positieve kant aan. Ja, het spaart ook heel veel ruis uit misschien. Ja. Ja. 5PM hanteert de term merkpublishers. Hè? Dus merken die zich als publisher gedragen en daar hun strategie op baseren. Geloof jij erin dat je als automerk, om even een oudje rond te praten, een televisiechannel zou kunnen beginnen in jouw merken? Dus nou, ik denk een televisiechannel, dat is denk ik een beetje vanuit de oude wereld beginnen. Nou ja, noem het een YouTube-channel. Maar contentmachine, dat ben je als automerk zeker. En je hebt natuurlijk als automerk, je hebt fantastische content in de aanbieding. Ja. Hè? Want een auto, er zit een stuk design in, er zit een stuk lifestyle in, er zit een stuk techniek in. Ja. Je hebt met verschillende doelgroepen te maken. Dus je kunt heel mooi content produceren rond die automobiel. Nou ja, goed. En je ziet dat het medium video is voor de auto-industrie natuurlijk een heel belangrijk stukje media. Hè, waar we vroeger allemaal naar de autorij moesten om auto's te zien. Zie je dat nu de beurzen het heel lastig krijgen. Ja. En ik denk dat dat met name ook is omdat video maakt die auto al zo zichtbaar. En dan heb je verschillende soorten video. Hè. We hebben natuurlijk op het moment van introduceren dat fabrikanten echt uitpakken met de meest fantastische video. Ja, dat was de vraag die ik jou nog wilde stellen. Werkt dat werkt dus gewoon echt, blijkbaar. Het werkt mits het idee gewoon de wow-factor heeft. En daar is in de automotive denk ik nog een hoop werk te doen. Wat we doen, laten we eerlijk zijn, allemaal een beetje hetzelfde. Ja. Hè? We zien een prachtige auto langs de Côte d'Azur rijden. Ja. Of door een hele close-upje van de wielen die even. Ik denk dat de auto-industrie veel meer naar de doelgroep moet kijken. Voor die doelgroep een wow-ervaring moet neerzetten. Met die auto in de hoofdrol van de content. Maar wel zich heel erg moet differentiëren ten opzichte van andere merken. Ja. Want laten we eerlijk zijn, er worden bijna geen slechte auto's meer gemaakt. Misschien wel helemaal niet meer. Ja. De positionering van een merk, de scherpte waarmee een merk neergezet wordt, en dat kan uitstekend door video, begint steeds belangrijker te worden. En op het moment dat je natuurlijk als merk een bepaalde lifestyle neerzet in je content, werk je echt aan een stukje toegevoegde waarde, wat heel bepalend is of mensen voor jouw merk gaan kiezen of juist voor een ander merk. En ik denk, zolang we allemaal een beetje hetzelfde blijven doen, die uitwisselbaarheid, nou, dat zorgt in ieder geval niet voor dat we met z'n allen naar dat merk gaan. Je ziet het aan Tesla, hè? Tesla doet alles anders. Ja, precies. Daarom zijn ze ook zo populair natuurlijk. Ja, laat eerlijk zijn. De bijtelling heeft geholpen. Ja. Auto's zien er goed uit. Maar de hele lifestyle eromheen, dat zag je ook heel erg in afgelopen december, in de aanloop naar de bijtellingsdeadline. Alle bereiders vonden het toch wel cool dat ze op zo'n eenvoudige manier hun auto konden ophalen. Dat ze een paar muisklikken de auto konden bestellen. Ja, en het Westelijk Havengebied meteen even de acceleratie konden uittesten. Ja, daarom. Dus dat was ook wel onderdeel van de verhalen op de verjaardagen. En dat doen ze gewoon goed. En geloof jij wel dat
Want wat zijn de consultancy-trajecten die jij nu doet? Hè? Is dat echt op dat merk-publishing-kant? Of zit jij echt nog wat meer op de markt en communicatie? Want hoe ver denk jij dat merken daarin zullen gaan als, om zich echt als publisher te gaan gedragen? Want ik kan me voorstellen dat ik straks een abonnement neem op een automerk, dat staat voor bijvoorbeeld een thema als duurzaamheid en mobiliteit. Waarmee ik niet alleen mezelf vervoer, maar waarbij ik ook een flink gedeelte van gekleurde, thematische videocontent consumeer. Geloof jij dat een merk zo ver daarin moet gaan? Of moet je zeggen, schoenmaker, hou je bij je leest en je verkoopt gewoon mobiliteit? Nou ja, je verkoopt in de eerste plaats natuurlijk mobiliteit en je verkoopt auto's. Hè? Of je dat nou aan een deelauto-organisatie doet of aan een particulier. In die end is voor de fabrieken belangrijk dat de auto's verkocht worden. Dus dat is dat. Maar om die auto's te kunnen verkopen, moet je als merk een 360 graden marketingstrategie hebben. En ik geloof heel erg dat het 360 graden moet zijn. En dat is ook mijn rol als consultant om zowel aan de agency-kant als aan de merkenkant te benadrukken dat je die consument tegenwoordig alleen nog maar bereikt met 360 graden storytelling, om het zo maar even te zeggen. Want kijk naar je eigen timeline. Je hebt 's avonds geen tijd meer om alle artikelen op je Facebook-timeline, je Instagram nog eens een keer uitvoerig door te lezen, te bekijken. Je scrolt er even doorheen en alleen wat jou echt raakt, waar je echt enthousiast van wordt, daar sta je langer bij stil. Daar ga je eens verder kijken, daar klik je eens een keer. Dus ik denk de differentiatie in content, de differentiatie in hoe een merk zich naar het publiek in communicatie 360 graden positioneert, is denk ik heel erg bepalend of een merk cool wordt gevonden en gekocht of geleased wordt. En dat geldt niet alleen voor automotive, dat geldt gewoon voor elk merk. Ja, dat is inderdaad onafhankelijk van de automotive. Alleen in de automotive zie je dat heel veel merken op dit moment hetzelfde doen. Waar in andere branches denk ik toch iets meer differentiatie toch wel te vinden is. Oftewel, er is ruimte voor differentiatie in de automotive markt. Er is zeker ruimte voor differentiatie, absoluut, absoluut. Wat rij je zelf? Ik rij zelf een Citroën C6. Ben je francofiel wat auto's betreft? Ja, ik heb altijd eerst Citroën gereden. Toen voor Peugeot heb ik met heel veel plezier in verschillende Peugeots gereden. Ja. Ik heb nog steeds een zwak voor de Peugeot 607, een hele mooie auto. Ja. Toen heb ik met evenveel plezier in Renaults gereden, Megane, Talisman. Ja, en nu schaam je daar gewoon niet voor. Ja, en nu ben ik gewoon weer terug bij mijn eerste Franse merk, Citroën C6. Het design was voor mij heel erg. Het design van die auto's vind ik heel mooi. En dat was de reden toen ik een auto moest kopen. Maar ik wou gewoon tanken. Ja, nog wel. Maar ik denk wel na over de toekomst. De volgende auto zal wel elektrisch worden. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Nou, er komen er genoeg aan. En je ziet ook bij de generalisten, bij de merken met brede gamma's, dat er nu ook in alle lagen van het aanbod elektrische auto's komen. Jos, dankjewel voor jouw verhaal. Ja, dankjewel. En dankjewel voor het kijken weer naar een gesprek op 7dtv.nl. Vond je het interessant en wil je er meer zien? Abonneer je op ons YouTube-kanaal. Voor nu, dankjewel. Hoi!